Hoi, hoe is het? Kom je af? Goed, we gaan naar training vanavond. Ja, tof, ik heb er zin in. Lekker man. Het is echt een topdag ook, gewoon top weer. Ja, het zijn de betere dagen om te trainen hoor. Het is nu weer een beetje begonnen, het lekkere weer ook gewoon. Ja, fantastisch. Het begint al goed met file. Het is meteen, maar het is nu, hè, we zitten nu, het is nu 6:15. Hoe laat moet je al trainen? Ja, 7:30 begint het. Dus, 7:30 beginnen? Ik trouw altijd een uur en een kwartier van tevoren. Ja, en dat komt altijd goed. Ik ben nog 0 keer te laat gekomen te doen, dat wil ik ook zo ik houden. Ik voel de druk al voor jongen. We gaan ons gewoon ertussen begeven. Ja. Ik heb je een lekkere dag gehad vandaag? Ja, absoluut. Een beetje thuisgewerkt, ook gefitnessed. Oké. Okay. Een afspraak vanochtend, dus ja, gewoon een heerlijke dag. Ja. Afsluiten met een lekkere training. Wat goed hè. Hey, maar je schrijft ook, en je bent coach. Ja, ja, hè? Absoluut. En daarvoor schrijf je eigen programma's? Ja, absoluut. Ik heb in de hockeywereld heb ik, en door mijn hockeyervaring heb ik heel veel training gehad, mentale begeleiding. Ja. En ik ben ze nu zelf aan het schrijven en kijken of ik daar ook mensen kan helpen in de topsport. En dan in de topsport, dat kan zijn ook buiten het hockey? Of ja, het kan ook buiten het hockey zijn. En het kan ook zo zijn dat mensen die druk op school of studie hebben, dat ik ze daar ook mee begeleid. Ik heb hele simpele tools om iets aan stress te doen. En daar heb ik toch wel wat ervaring in. Wat en die boodschap wil ik overbrengen. Ja, ja, het is heel gaaf. Wat leuk. Absoluut. Is daar een soort van, hè, dat je doet heel veel op basis van ervaring. Ja. Maar is daar ook, heb je daar ook bijvoorbeeld een studie naar gedaan? Of volg je een studie daarvoor? Ik heb mijn achtergrond op bedrijfskunde. Ja. Dat heb ik gestudeerd aan de UvA. Maar ik heb nu een paar trainingen gedaan waardoor ik wel wat meer achtergrond heb. Mm-hmm. En doe er eentje bij Chiquita Welmering, dat heet Welkom. Ja. En doe er eentje online bij mijn voorbeeld Peter Sage. Oké. Okay. Dat is een guru en ik zit bij hem in de leer en dat is wel heel gaaf. Echt waar? Maar ja. dat is online, dan dat heb je online contact met hem. Ja, en dan, absoluut. Ja, het is echt wat anders. Ik sprong wel even in het diepe toen ik met hem voor die trainingen ging. Omdat je weet eigenlijk niet, je ziet de vent online en je hoort alleen maar verhalen van achter je laptop. Ja. Maar toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Hij heeft een prachtig programma. Wat cool. Is het een Amerikaan of een Engelsman? Een Engelsman. Oh, wat mag hij? Die heeft zelf 30 bedrijven opgericht en die zit in de persoonlijke ontwikkelingskant. Ja. En het is een inspiratiebron voor mij en ik leer superveel van hem. Wat en dat is wel echt, leer van de beste, zegt ze. En dat doe ik nu ook. Ja, wat leuk. Maar hoe vaak heb je nog contact met zo'n man? Is het dan dat je daar, heb je gewoon elke week even contact met? Ja. Iedere 2 weken heb je een webinar. Dan geeft hij gewoon een, met een Skype gesprek geeft hij gewoon antwoord op de vragen die je hebt. Ja. En de weken daartussen, iedere 2 weken heb je gewoon de lessen. En die lessen gaan over hoe je meer uit jezelf kan halen, wat we hier doen. Dat en, is vet. Ja, heel gaaf. Het zijn echt hele coole programma's en onwijs blij dat ik het toch gedaan heb. Op zich ook wel een goede combinatie met je topsport bestaan. Ja. Hè? Dat je dat dus vanuit huis, of eigenlijk kan je het overal doen, denk ik dan, waar je met een laptop zit. Absoluut, dat is ook mijn plan. Ik wil gewoon kunnen werken op de plek waar ik op dat moment ben. En op deze manier gaat het heel goed. En dat is wel bijzonder. Snap ik heb nu al iets van 10 mensen die ik coach. Mm-hmm. En ik heb alleen maar positieve verhalen tot nu toe. Maar goed, het is nog geen lange termijn. Maar kom op, het begin is hè. Ja. Kijk, nu ik geen oranje meer heb, heb ik gewoon meer tijd voor dit soort dingen te doen. En ik heb een stukje van mijn vrijheid terug. Ja, lekker. Dat vind ik ook wel eigenlijk. Ook wel weer lekker. Maar was dat dan, dat was denk ik wel even lastig om die knop ook om te zetten. Van, er valt dan een stukje oranje dan op dat moment weg. Kan je dan meteen zeggen van nou, dan gaan we dus gewoon iets anders oppakken daarnaast? Kijk, het heeft wel even het is wel een zware teleurstelling. Je hebt een droom Rio en dat is het hoogst haalbare voor een hockeyer. En het mooiste eindtoernooi waar je kan spelen. Ja. Dat doet in het begin zeker pijn, maar ik heb wel geleerd dat je gewoon moet doorgaan. Je kan niet te lang blijven zitten. Nee. Het gaat gewoon door. Mm-hmm. Natuurlijk heb ik een paar dagen rust genomen en nagedacht wat ga ik nu doen. Maar ik had al een beetje mijn zinnen gezet op wat ik hierna wilde doen. Mm-hmm. Dus ik had er al over nagedacht. Dus het was voor mij vrij duidelijk waar ik heen wilde. Ja, wat goed. Ja. En had je dan veel ondersteuning vanuit familie? Absoluut, vrienden, ja. Vrienden, familie, van, ja, absoluut. Die steunen me volledig. Mooi. Dat is altijd wel waardevol. Ja. Dat is ook belangrijk. Heb jij een soort vaste vertrouwenspersoon? Of iemand die als eerste belt, zeg maar. Als jij een probleem hebt, wie bel je als eerst? Nou ja, het hangt vanaf wel het probleem natuurlijk. Ja. Over vrouwen ga ik niet mijn moeder bellen. Maar dan is je moeder wel. Nee, dat zou misschien wel verstandig zijn. Maar in het algemeen bel ik mijn moeder wel dus. Ja. Ik vertrouw haar toch wel heel erg. En mijn vader ook natuurlijk. Dus één van die twee. Ja. Meer dan vrienden wel. Ja. Familie is wel echt voor mij het belangrijkste.
Dus ik ben ook wel dankbaar dat ik ben waar ik ben, omdat zij altijd mij gesteund hebben. Ja, hey, wonen ze een beetje in de buurt hier ook? Mijn moeder woont in Amsterdam. Zullen we even een bakje koffie drinken? Ja, nou ja, wij komen te laat. Wij komen te laat vandaag. We staan dan gewoon helemaal stil ook. Ja. Maar dus dat is lekker dat hij... Ja, dat is wel heel gezellig, ja. Absoluut. En mijn vader die woont in Gent. Oké, okay, België. Er, ja. Ja. Ik ben er opgegroeid. Jij bent in... Ja, klopt, ja. Ik heb het gelezen. Belgische jeugdteams ben ik uitgekomen. Onder 16, onder 18, onder 21. Ja. Ik heb zelfs 4 onofficiële caps voor België gespeeld om 18e. Toen, toen ben ik verhuisd naar Nederland. En omdat ze onofficieel zijn, mocht je stap nog maken naar Oranje natuurlijk. Absoluut, hè? Ja. Het is nu niet zo dat je nog even stiekem bij de Belgen kan inschrijven om mee te gaan. Nee, absoluut niet. Ik voel me ook echt Nederlander. Ja. Ik zou voor geen goud willen ruilen. Jij bent dus opgegroeid in Gent. Ja. Hè? En op welke leeftijd ben je dan naar Nederland gekomen? Om mijn 18e. Het trok me altijd wel het Nederlandse. De cultuur en toch wat meer uitgesproken dan België. En België is ook fantastisch, maar het trok me op een of andere manier. En toen ben ik naar Delft verhuisd. En heb ik daar, ben ik daar het studentenleven ingerold. En heb ik het kunnen combineren met HGC. Ja, ja. En nooit meer weggaan bij HGC. Wat luister jij als jij... En naar de club gaat of naar de training of heb je vaste muziek wat je luistert? Nou ja, kijk, ik luister vooral heel veel op Spotify. Ja. En het ene moment is het deep house en house. Ja. En het andere moment is het gewoon een keiharde R&B en rap. En de laatste tijd is het wat meer richting R&B en rap. Vroeger veel Eminem, Dr. Dre geluisterd en laatst ook weer Straight Out of Compton, die film gezien. Ja, ja, ja. Sindsdien zit ik er helemaal in. Ja, oh, de Nourish Fool, ja, het is prachtig. Ja, het is echt... Komt toch weer de jeugd even omhoog, hè? Komt altijd weer omhoog. Ik geloof wel in dat muziekje ook een bepaalde state of mind kan brengen. Ja. En dat je met elkaar lekker erin kan komen. Komt hier. Ja, dat is ouderwets, hè? Dat is wel lekker, ja. Blows like a 12 gauge shot. Dat is lekker, hè? Dat is goed, ja. En dan moet je ook met je hoofd zo mee. Natuurlijk, hè? Lekker. Wat wordt er besproken in de auto als jullie naar een wedstrijd gaan? Is dat alleen echt, zeg maar, voor een wedstrijd dat je alleen maar over je wedstrijd hebt? Of heb je het ook allemaal over andere? Nou, laat ik zo zeggen, te weinig over de wedstrijd eigenlijk. Ja? Ja. Nou, daar hebben we het wel regelmatig over, maar vooral ook koersjekalfjes en... Ja. Hoe het in het leven gaat, spreekt elkaar natuurlijk niet dagelijks zit elkaar op training. En die ritjes zijn daarin door wel waardevol om elkaar beter leren kennen. Ja. Dus het kan ook zomaar over vertrouwen gaan en over studie of over werk of over stages. Over het weer. Het weer, ja, absoluut. Het is ook wel een onderwerp in Nederland. Hey, yo, easy. Hey man, would you come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit? Woke up quick at about noon. Just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins. Before my mother starts bitching about my friends. About to go and down there with my young nigga. Rick van Kan heeft ook hele lekkere tuintjes. Dus, ja, is een beetje de huis DJ van haar gezien. Nou, hij kan het wel, hij kan het wel. We hebben meerdere. Ja. Tommy, die houdt ook heel erg van muziek. En die is wat van de zwaardere techno en wat verder weg muziek. Dus hij wordt niet altijd gewaardeerd in de kleedkamer, maar Rick van Kan die mag vaak voort aan nemen. Een mooie sfeer bij jullie dan in de ploeg, hè? Ja, nee, de sfeer is geweldig. Dat is wel ons kracht in te doen. Ja, absoluut. Ja, en geloof jij erin, hoe kijk jij ernaar? Als je zeg maar allemaal vrienden hebt in een team, hè, heb je dan meer garantie op een goed resultaat? Of is als er misschien wat onderling wat meningsverschillen zijn, is het dan weer een garantie dat het niet zo goed gaat? Ja, hoe belangrijk is chemie? Is dat echt belangrijk? Nou, chemie is wel belangrijk, denk ik. Maar vriendschap is niet zo belangrijk dat je uitspreekt en dat je elkaar waar je durft te vertellen. Ik denk dat het belangrijkste is. En dat staat los van chemie. Ja. Op het veld moet je elkaar toch kunnen vinden en moet je het toch samen kunnen doen. En de chemie helpt daarbij, maar het is geen garantie tot succes. Want als je de chemie er wel eens mee spreekt, niks uit, dan ga je ook niet presteren. Nee. Gelukkig hebben we een team waarin we elkaar daarop kunnen aanspreken. En, de eerlijkheid en het vertrouwen is er ook om dat te doen. Ja, ja. Je speelt nu bij HGC, was dat ook? Hoe gaat het als bij jou als kind? Had je meteen al het idee van, ik zou graag later bij HGC willen spelen? Of had je als kind een droomclub? Ik wilde gewoon heel graag wel het eerste spelen en zo hoog mogelijk, zo ver mogelijk komen. Ja. Dus ik had ook een ouder maatje in België met wie ik me kon meetrekken. Ja. We wilden altijd ons droom was samen te spelen in het Belgische elftal.
volgens mij samen één onofficiële in het land gespeeld. Ja. En toen had ik dat gehaald, maar toen daarna wilde ik gaan studeren. En op dat moment was ook hockey in België minder groot en minder belangrijk. Uh-huh. En toen wilde ik toch voor mijn studie gaan, toen ben ik naar Nederland gegaan. En daar is eigenlijk de oranje droom gegroeid. Eigenlijk niet eens in eerste instantie, want ik moest eerst mezelf meten met de Nederlandse competitie. Ja. Met de andere jongens, want de competitie is natuurlijk wel een stuk sterker in Nederland. Mm-hmm. Dus dat was wel even wachten of ik wel die droom in mijn hoofd wilde halen. Ja, dat is natuurlijk misschien uit een bepaalde zekerheid dat je niet wil, dat je die droom niet in je hoofd wil hebben. Maar... Het was iets dat je als kind al meteen op 8-jarige leeftijd had en toen die stick in de hand had. Nou, dan wil ik ook gewoon, dat is gewoon gegroeid bij jou eigenlijk. Nou ja, kijk, ik wil wel altijd de beste zijn, maar ik zou nooit van tevoren kunnen durven dromen dat ik in Oranje, voor Oranje zou mogen uitgekomen. Ja. Wel het Belgische helft, maar ik wist natuurlijk niet om 8 dat ik in Nederland zou gaan wonen, in Nederland zou gaan hockeyen. Ik kan wel goed herinneren dat we in Gent heb ik gehockeyd en op een bepaald moment kwam Bloemendaal daar een keer in de tijd van Vulks en Bovenlander, Van Wijk, Nooyer, die kwamen toen op Gent een oefenpotje spelen. En dat was omdat David Meeuws, is ook nog een oude bekende, die had contact op Gent. Ik kwam nog heel goed herinneren toen met voor Bloemendaal was. Ja, ik ben om 8 nog voor Bloemendaal geweest, dat is vloek in de kerk, maar... Ik vond het prachtig om die gasten te zien en ik heb daar wel hele goede herinneringen aan. Yeah. Als een klein mannetje sta ik een foto met Vulks en Bovenlander. Uh-huh. En toen is wel echt in een droom gekomen om echt een groot te willen worden. Maar dat het in Nederland zou zijn, dat had ik nooit door droom. Nee, nee. We hebben een paar kijkersvragen. Oké, In het handschoenenkastje daaronder ligt een tablet. Ja? Top. Een van Hockey It Official. Ja. Hockey It Official. Ja. Als je veel bezig bent met hockey, hoeveel tijd heb je dan nog voor je privéleven? En wat doe je dan het liefst met de personen in je leven? Goeie vraag. Kijk, sinds kort zit ik niet meer in Oranje. En nu ben ik eigenlijk bezig met mijn leven zo in te richten dat ik leef op mijn eigen termen. En dat betekent dus nu eigen business opzetten, veel trainen, fit blijven. Ik ben ook trouwens met een ander project bezig. Ik heb 2 maanden geleden heb ik vluchtelingen ontmoet. Oké. Okay, in Wassenaar. Oké. Okay. En dat was enorm bijzonder. Jongens van mijn leeftijd die daar alles hebben moeten achterlaten. En daar stond ik toch wel verbaasd over te kijken. En hoe hun verhalen allemaal. Hoe zij hier allemaal terecht zijn gekomen. En dat was wel bijzonder. Dus daar wilde ik iets mee doen. En toen heb ik een vluchtelingendag georganiseerd waarbij. Shell, het bedrijf Shell, wilde met de 16 vluchtelingen in contact komen. Dat heb ik samen met 2 andere dames gedaan, Petra en Lieke. Mm-hmm. En dat was een enorm geslaagde dag. Dus ik zit ook in een WhatsApp-groep met iets van de 20 vluchtelingen. Waar komen ze nu vandaan? Nou ja, kijk, de ene woont in Zeewolde, Delft, Rotterdam, Alphen. Ze zitten helemaal in Groningen, zitten allemaal gespreid. Ja. Maar dat zijn, inmiddels ken je ze best wel goed. Wat leuk, en het idee is nu om een platform op te zetten, of een stichting of een business. Ja. Waarbij we vluchtelingen willen koppelen aan of bedrijven of aan Nederlandse mensen die ook iets goeds willen doen. Uh-huh. En daar ben ik ook wel enorm, ik heb heel veel zin om dat te gaan doen. En dan is het een beetje, de vluchteling heeft dan, die kan bijvoorbeeld wel gaan werken bij een bedrijf, of die heeft, hoe moet ik dat zien? Nou ja, kijk, ze komen natuurlijk hier in Nederland aan en ze worden dan kantoor naar kantoor gestuurd, AZC. Ja. En ze weten eigenlijk niet goed wat ze hier kunnen doen of wat ze mogen doen. Het is een hele zoektocht die ze zelf moeten uitpluizen. En wij willen eigenlijk dat gemak voor hun creëren, doordat ze naar ons op de website kunnen komen. Mm-hmm. Het doel is een Arabisch gedeelte en ook een Nederlands gedeelte. Ja. We willen het samen maken met die vluchtelingen die we al kennen, zodat mensen die hier komen... meteen ook een idee hebben wat ze kunnen doen en wat ze kunnen verwachten. Ja. Hoe ze kunnen omgaan met de Nederlandse cultuur. Want ze moeten zich natuurlijk ook gaan aanpassen. Ze moeten ook de Nederlandse les gaan leren. Mm-hmm. En we willen het proces wat makkelijker maken, waardoor ze zich beter kunnen integreren. Want daar kunnen we nog heel veel winnen, denk ik. Ja. Kijk, dat ze komen, dat staat vast. Dat ze er zijn, is ook zo. Mm-hmm. Dan kan je maar beter wat terug doen. Ja.
En kan je ze helpen integreren, want dat is iets wat ontbreekt hier. Ja, schitterend initiatief. Hey, kan je even terug naar dat eerste moment dat jij hebt ze toen in Wassenaar heb je ze ontmoet? Ja. De vluchtelingen. Ja. Waar heb je ze ontmoet en hoe ging dat dan? Nou ja, ik kwam een vrouw tegen die Engels les aan ze gaf en ik heb ze toen... Ik vroeg me af hoe dat was. Ze zei dat het heel bijzonder was. Ik zei, ja, dat wil ik zien. Ja. Dus ik vroeg, mag ik een keer mee? Dat is goed. Een week later hadden we een afspraak gemaakt en... Toen in Duinerel zaten ze in een bungalowpark, maar zaten ze met z'n vieren. Vier mannen zaten ze in een klein huisje. En daar werd ik echt open arm ontvangen door hele lieve jongens die echt mega uitgebreide lunch gebouwd hadden. Oh, vet. Van de Syrische keuken. Ja. Ja, dat was geweldig. Gezonde bevoeding ook voor sporter. En dat deed me toch wel wat. En ik had toen wel meteen al een band met die jongens. Mm-hmm. En toen heb ik ze een week later bij mij thuis uitgenodigd. Ja, in Amsterdam? In Amsterdam ben ik met vier mannen uitgenodigd. Ben ik met ze gaan fietsen door Amsterdam. Oh, leuk. Hè? Ja, absoluut. Wat vonden ze ervan? Heel gaaf. Eentje kon niet fietsen, dus ik moest een tandem gaan regelen. Die heb jij achterop genomen? Ja, hele dag. Ja, absoluut. Ja, oh, en de wallen laten zien, Museumplein, Rijksmuseum, noem maar op. Ja, alle toeristische rondje. Ja, absoluut. En s'avonds diner gehad met vier vrienden, mijn moeder erbij. En dat was super, super cool. En ook mijn vrienden en familie vonden het heel speciaal. Ja. En die vonden toch wel, dat vooral, hoe ik hun zag, dat vond ik toch wel echt speciaal. En ik denk dat je dat, heel veel mensen lezen de krant en de media. En die zijn zich niet bewust van alle verhalen die om ons heen spelen. En als je dat bewustzijn kan creëren bij enkele, dan ben ik heel erg tevreden en trots. Wat mooi zeg. Ja. Goeie dingen, Floris. Ja, absoluut. Kijkersvraag nummer 1, DAS. Claire van den Noord, vind je het soms moeilijk om aanvoerder te zijn? Nou ja, kijk, 4 jaar geleden toen ik voor het eerst aanvoerder werd, toen vond ik het wel eng en spannend. Zeker ook omdat iedereen wat meer van je gaat verwachten. Je hoort dan het team op sleeptouw te nemen. Mm-hmm. En in het begin vond ik dat zeker spannend. Ook de eerste keer in het kringetje iets zeggen, dat was wel... ik vond het spannend. Kan ik de jongens raken? Ben ik wel goed genoeg op dat moment voor het team? Die vragen komen dan in je hoofd. Dus in het begin vond ik het zeker spannend. Maar inmiddels ben ik er zo aan gewend en voelt het echt als natuurlijk. En ik ben ook wel trots om die band te dragen. Je moet eigenlijk als aanvoerder het voorbeeld zijn in het team. Mm-hmm. En daarbij is het doen belangrijker dan het zeggen. En dat heb ik wel moeten leren afgelopen jaren. En Phil Burrows heeft mij daar enorm in geholpen. Ja. Dat is wel een topatleet. Met al zijn ervaringen ook. Absolute leider bij AGC ook. En ik ben blij dat ik met hem heb mogen spelen. Want die jongen heeft mij wel heel veel geleerd. Wat is je lelijkste kledingstuk? Zo. Nou, ik ben sowieso niet heel erg goed met kleding. Ik weet hem eigenlijk wel. Jij weet het wel? Ja, ik zag die vraag. Ik dacht, volgens mij moet deze erin. Ja, ik weet hem weer. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, in India heb ik een hele mooie outfit gekocht, omdat ik verloren had met toepen. En ik moest toen op een rustdag mocht ik in dat ding rondlopen. Ja, ik stond natuurlijk voor... Ja, als een clown liep ik daar een beetje rond. En dat is toch wel misschien het lelijkste kledingstuk wat ik heb. En ik heb hem niet meer gedragen sindsdien. Nee, heb je hem? Ik heb hem wel nog. Heb je hem nog? Ja, absoluut. Heb je een mooie plek gegeven? Ja, ergens rechts onder in mijn kast. En als ik carnaval ga vieren volgend jaar, want dan hoop ik het een keer te kunnen, dan ga ik hem eruit de kast trekken. Ben jij zelf een beetje muzikaal? Heb jij in de zin van, heb jij vroeger instrument gespeeld? Weinig. Ja. Maar muziek doet altijd wel wat met me. Ja. En ik vind het toch wel jammer dat ik dat nooit gedaan heb. Ik heb wel in het verleden DJ-les gehad. Ja. Ik heb zelfs met mijn vader gedraaid. Oh, echt? Ja, mijn vader en ik die delen een passie deep house en techno. Jouw vader ook? Ja. Goed, hè? Ja, we gaan over 4 weken gaan we samen naar een festival. Oh ja? Ja, hebben we het verleden al vaker gedaan. En, wat voor festival moet je dan denken? Krijg je een mystery land, awakenings en dat soort dingen? Ja, absoluut. Samen met je pa? Ja, zeker. En hij heeft die muziek ook vast. Zometeen moet hij hier A44 aan zijn. Ja. Nou ja, hij is fan van deep house techno ook. Daar gaan we zo meteen ook heen. En, dat delen wij en dat is uniek. En dan staan we daar tussen de jeugd en iedereen spreekt hem aan. Heel wat mooi dat je er bent. En, hij kan ook niks doen, hij doet het gewoon prachtig. En toen had het idee om een keer samen les te nemen. Ja. We hebben samen ook van een professional DJ les genomen. Ja. En dat hebben we 6 uur gedaan en uiteindelijk nooit wat mee gedaan. Maar, heb je eigen draaitafel? Ik heb wel een paar kleine denkpaneeltjes, maar ik gebruik minder nu. Maar mijn zus is DJ trouwens. Oh, ja? Die gaat nu de... Is ze bekend?
Nee, is net, net een paar maanden bezig. Wat is de artiestennaam? Julie Vandal. Draait ze in Amsterdam? En, ja, nu in Amsterdam. Dus nu, is ze nu naam aan het maken. Ja. Ik was eerst aan het promoveren, maar de muziek ligt toch meer bij haar. En, wat goed. Ja. Je zit toch een beetje in de familie, hè? Je vader, die een beetje van huis is. En jij, en, ja, absoluut. Absoluut. Luister je thuis vaak muziek? Hoe woon je thuis? Woon je samen? Woon je met andere gasten? Woon je alleen? Ik woon met Rogiertje. Ja, die oud-Haagse Heer, vorig jaar weggegaan en we wonen met z'n tweeën op de Overtoom. Ja. Ja, dat is wel heel fijn. Dat is toch wel een van mijn beste maten. En lang groepje samen. We kennen elkaar denk ik al 9 jaar nu. Ja. En ja, onwijs relaxed dat we met z'n tweeën zijn. We kennen elkaar goed, we vullen elkaar goed aan. En als hij niet is, heb ik het huis voor mij alleen, andersom ook. Ja. Dus het is wel een beetje een goede verdeling in het huishouden, ja, zeg maar. Ja, absoluut. Ja? Hij is kok nu. Hij is gestopt met hockey omdat hij wil een hele grote chef worden. Ja. En dat is ook de reden dat hij niet meer hockeyt. En de verhoudingen zijn wel dat hij vaak kookt. Okay, dus even een chef kok die bij jou in de keuken staat. Ja. Goed. Ja, ja. Dan, ben jij zelf niet zo van het koken dan? Ja, wel, ook wel. Ja? Ja, kijk, vergeleken met hem kan ik heel weinig, maar vergeleken met weer anderen kan ik iets, maar hij leert je natuurlijk ook weer Kan. Ja, ik zie veel wat hij doet, maar hij is wel echt goed. Ja. Hij heeft in een jaar zoveel progressie geboekt en dat is wel cool om mee te maken. Als je ergens vol voor gaat, weer ergens volledig in blijft, hoe goed je dan kan worden. Wordt nu in Amsterdam, zie jij jezelf voor een lange tijd in Amsterdam? Heb jij echt wat met Amsterdam? Nou, dat groeit met de jaren natuurlijk, maar ik vind het wel een heerlijke stad. Ik heb gewoon alles om de hoek. Al mijn vrienden zitten er. Ja, Amsterdam heeft in principe alles. Alleen heb ik ook nog wel een droom om te gaan reizen de komende jaren. Kijk, ik zit nu nog bij HGC de komende jaren. Ja. Maar daarna wil ik ook nog wel de wereld zien. Ik hou van reizen. Ja. In het verleden ben ik ook een paar keer weg geweest in mijn eentje. Dat vind ik ook wel goed geweest. Dan zou je wel weer in je eentje reizen kunnen, ja? Ja, het is toch wel heel prachtig. Mensen ontmoeten, nieuwe cultuur proeven. Ja. Geweldig. Het avontuur ook een beetje. Avontuur. Hè? Je weet niet wat je morgen gaat doen of wat je op een uur te wachten staat. Het kan zomaar zijn dat je aan de andere kant van de wereld bent en in je droom gaat leven bij spelen. Ja, ja. Ja, dat reizen is wel heel bijzonder hoor. Superleuk. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Vlogs met een backpack, dikke schoenen aan of gewoon lekker sneakertjes en Gewoon sneakertjes, rugzakje en gaan. Ik heb niet heel veel nodig. Ik in december ben ik een maand naar Thailand geweest. Ja. Daar heb ik op een Kung Fu retreat gezeten. Heb ik, heb ik een beetje martial arts geleerd en heel veel mensen ontmoet. En dat is gewoon heel cool. Je leert gewoon uiteindelijk toch het meest van de wereld en de mensen om je heen. En, ik hou van het reizen. Er zijn nog zoveel plekken waar we heen kunnen. En, heb jij nog een bepaalde droomplek dan waarvan je van nou, eigenlijk als we nu de tijd zou hebben, dat is het eerste waar ik naartoe ga is. Ik Zuid-Amerika vind ik heel bijzonder, maar Azië trekt me toch meer. Ik heb het gevoel dat het toch weer wat toegankelijk is voor toerisme. Ja. Maar je hebt toch nog niet heel veel regels waar je aan moet houden. En die vrijheid, daar hou ik wel van. Dus in Thailand duur ik altijd gewoon scootertjes of een motortje. En dan kan ik gewoon hup gaan waar ik heen wil. Het liet ook even een beetje zo zijdelings dat je even vallen. Maar ja, misschien loop je droomvrouw wel tegen het lijf. Ben jij daar naar op zoek, je droomvrouw? Ik ben zeker niet op zoek, maar je komt daar tegen ergens op deze planeet natuurlijk. Ja. En, of dat nou hier is of in Mexico. En, kan ook wel zijn. Kan ook wel zijn, dus je gaat er niet tegenkomen als je binnen blijft, laat ik zo zeggen. Ben jij als sportman, hè? Volg je andere sport ook? Ik volg voetbal wel een beetje. Ben jij fan? Heb jij niet super fan. Nee, maar ik volg voetbal wel. Wat is dan een beetje jouw team? Nou, Leicester City vind ik wel heel fijn. Ja, wat gaaf. Ja, het verhaal vind ik gewoon fantastisch. Ja. Niemand van tevoren had het ooit bedacht. En hoe ze zo lang aan de top kunnen blijven staan en blijven presteren, ja, dat is gewoon wel heel knap. Ja, ook met de druk die erbij komt, spelers die, ja, die net eigenlijk in de top van hun carrière zijn, die het toch kunnen volhouden, ja, dat is uniek. Dat 5-puntenverlies van Den Bosch. Natuurlijk, dat is kut. Maar dat het maar dat deze teams aanhaken, daarom wil ik ook dat die jongens van Den Bosch bij Den Bosch blijven. Ja. Die jongens van Pinoquet, want dat maakt de competitie alleen maar leuker. Ja. En je hoort dan een paar jongens die van Den Bosch naar Oranje-Rood gaan. Ja, ja. Nou, gefeliciteerd, maar dat maakt de competitie niet leuker. Ja. Er zijn er zeker wel een paar jongens die loyaal zijn. Zeker ook bij Amsterdam-Rotterdam zie je ze, bij Bloemendaal ook. Ja.
Maar ik mag ook weer bij Den Bosch en Pinoquet, dat wil ik ook wel even zien. Ja. En jij zegt dus eigenlijk, hè, als mensen dus wat langer gewoon bij een club blijven, ja, dan is het gewoon beter voor de breedte van voor de competitie. Maar kijk, als jij een jong team hebt en je stopt soms een paar goede internationals bij, dan groei je samen naar de top. En dat zal misschien niet na één jaar of twee jaar zijn, maar misschien na drie, vier jaar wel. Ja. En steeds als de jongens weggaan, moet je opnieuw gaan bouwen. En wat wij bij HGC gedaan hebben, nu afgelopen drie, vier jaar zijn we bij elkaar gebleven. Mm-hmm. We merken wel dat de weg naar de top is lastig. We doen er twee jaar al mee richting de play-offs, maar altijd gewoon zesde geworden. Ja. Nu zijn we er bijna. De laatste stap is ook heel moeilijk. Maar het is wel omdat we bij elkaar gebleven zijn. Heeft Kampong ook 5-6 jaar geleden gehad. Mm-hmm. Zijn toch jongens bij elkaar gebleven. En dan komt zijn jongen had op een bepaald moment weg kunnen gaan. Die is toch bij de club gebleven. Zijn toch clubjongens. Ja. En dat betaalt zich op lange termijn zeker uit. Ja, 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 ja. En een Den Bosch is ook echt dichtbij bij het aanhaken. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Uh-huh. Pinoquet ook. Met een paar internationals bij kunnen zij gewoon meedoen. Hoe kijk jij naar het verschil tussen bijvoorbeeld een vrijdagavondwedstrijd en een zondagmiddagwedstrijd? Maakt dat voor jou nog uit? Qua lijf, qua... Ja, ik heb voor mij... Mijn lichaam is zo gewend om 's middags te spelen, vind ik het wel lekkerder. Op het eind van de dag om 8 uur is het toch altijd anders. Ja. Ik hou er zelf niet zo... Ik hou er eigenlijk niet van om 's avonds te spelen. Mm-hmm. Qua sfeer is het wel leuk, op de HGC wordt er wel een happening van gemaakt op vrijdagavond. Ja. Maar een uitwedstrijd op vrijdagavond... Ik ga gewoon zondag vind ik gewoon relaxed. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ga niet om... Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar ik speel gewoon liever op zondag om 3 uur. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Kan jij goed rusten trouwens? Ja. Ja, ben jij goed om direct die knop uit te zetten en dan rust herstellen? Ja, meteen. Ik kan ook overal slapen. Echt waar? Geen last van. Wat voor mij ook helpt, ik mediteer elke dag. Oh ja? Ja, ja, zeker. En, wat voor meditatie doe jij dan? Gewoon 20 minuten stilzitten en op mijn ademhaling focussen. Oh ja? Gewoon in het nu leven. Echt waar? Ja. Is het ogen dicht? Ogen dicht en... Weer maar zitten? Ja. Ja? Ja, nog zeker. Kan dat overal zijn of heb jij bijvoorbeeld één plek? Ja, als ik thuis ben heb ik een favoriete plek daarvoor, ja, maar het kan overal zijn. Wat is die plek dan thuis? Ja, ik heb, als ik binnenkom heb ik in de woonkamer heb ik een bepaalde hoek. Ja. Daar ga ik dan zitten. En dat is bij het opstaan, ik heb altijd een ritueel. Ja. 2 glazen water, douchen, mediteren. Dan pak ik even een krantje erbij en dan ga ik ontbijten. Okay. Ja. En wat geeft jou dat dan? Wat is dat, Rust. Heel veel rust geeft me dat. Ja, ja, absoluut. En ik heb toch het gevoel dat ik daardoor wat relaxter ben. Het is ook belangrijk om relaxed te leven te staan. En, wat meer in het nu leven. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Er zijn heel veel, wat ik om me heen zie, dat heel veel mensen niet echt bezig zijn met de huidige tijd, maar bezig zijn met vooral een carrière. Wat ga ik over een paar jaar doen, over 10 jaar, over 20 jaar. Ja. En die vergeten eigenlijk waar het om draait. En dat is eigenlijk nu. Ja. Dat helpt me ook in wedstrijden, om niet bezig te zijn met randzaken, maar echt puur op mezelf te blijven focussen. Ja. Dus ik zou zeggen, iedereen die zit te kijken, probeert gewoon. En wat is dan de truc? De truc is stilzitten, goede positie innemen. Op je ademhaling blijven focussen. En, eigenlijk zit alsof je er al bent. Heel veel mensen proberen in een bepaalde staat te komen. Maar goed, dan ben je de hele tijd iets aan het zoeken. Ja. En dan kan je jaren blijven zoeken. Dus gewoon blijf op je ademhaling focussen en genieten. Zou je het aanraden voor meer sporters? Hè? Ik zou het zeker aanraden, absoluut. Heb je al een beetje het mediteren-evangelie kunnen verspreiden binnen de teamgenoten? Nee, nog niet. Ik wil natuurlijk eerst zeker weten dat het werkt. Ja. Voor mij werkt het. De onderzoek blijkt eruit dat het werkt. Maar veel mensen vinden het nog wel spannend en nog wel eng. Ja. En er hangt ook een bepaalde label, een label aan. Dus mensen vinden het toch wel snel zweverig. Mm-hmm. Dan moeten ze ook allemaal zelf weten, dat is helemaal niet erg. En, maar ik zou zeggen, test het. Ja, gelijk met de muziek gewoon lekker richting Zuid-Europa draaien. Tuurlijk, moeten we dat niet gaan doen? Kunnen we ook gewoon doen, hè? Ik ben erbij hoor. Na de training wel. Na de training wel. Even gewoon. Kijk, de jongens met de auto's zijn er al. Ja, de jongens zijn er al. Zijn er al tijd, joh. Ja, ja. Zijn die weggegaan dan? Ja, om 6 uur waarschijnlijk. Top man, hey Floris. Heel mooi. Super bedankt. Ja, dankjewel voor de rit. Was een goede rit. Ja, absoluut. Mooi gesprek. En succes met de laatste twee einde. En met het einde van de regio. Ja, dankjewel. En dan fingers crossed. Ja. Alles eraan doen. We gaan ervoor. Volle bak. Hey, dankjewel. Yes. Dank voor de rit. Ik heb uitgesnoten. Mooi man. Heren, dankjewel. Zie je. Hoi hoi. Hey, bedankt hè. Hoi hoi. Yo, hoi.